Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. Larissa en ik kregen het bericht dat de Primark binnenkort gaat openen in Utrecht. Eindelijk in Utrecht. En aangezien wij hier wonen, zijn we uitgenodigd voor een sneak preview in de winkel. Nou, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd en we vinden het ook wel heel erg leuk dat we in die winkel mogen rondlopen terwijl er nog niemand rondloopt. Lijkt me echt ontzettend lekker rustig. Dus we willen meteen de gelegenheid pakken om de collectie goed te bekijken en om een aantal looks te stylen voor jullie als inspiratie voor het komende voorjaar. Nou, ik kan niet wachten en ik ga nu naar de winkel toe om Serena en Larissa te meeten. Want gaan we z'n drietjes daar lekker rondlopen. En daar is hij dan. En hier is dat Serena. Hi. En Larissa is er ook. Zo sneaky dit. Ja. Daar gaan we dan jongens. De allereerste preview. Zo, we zijn binnen jongens, de Primark Utrecht. Hij is echt super lekker groot. Mm-hmm. En ik kan niet wachten om de boel te verkennen. Ik denk dat we hier wel op een goede afdeling zijn, want dit is een beetje de kleuren waar we van houden. Dat roestbruine, zoals dit is wel echt heel erg tof. Oeh ja, love it. Een beetje een soort van bikini overgooien zijn, maar ook echt perfect voor festivals en over shorts en dergelijke. Dan zie ik hier ook echt een fantastische flared pants. Een beetje alsof het zeg maar kant is. Dat is echt heel cool, ook tof voor het festivalseizoen. Die is cool. Ja. Spijkerjasje met van die fringe. Deze vind ik echt super leuk. High waist. En dan met van deze fringes erbij. Dit is ook een hele mooie broek trouwens. Zo, ik zie hier allemaal hele mooie crop tops. Ik vind dit een heel leuk kleurtje. Dus ik denk dat ik deze meteen ook meeneem. Dan vind ik een emmertje wel een goede maat. Dan is hier de festivalafdeling. Hier heb ik ook echt al wel zin in hoor, in festivals. Dit vind ik een heel leuk jasje. Dus hier ga ik er ook eentje van meenemen. Deze mom shorts trouwens ik echt zo leuk in een hele mooie pastel paarse kleur. Cute! En naast de mom shorts hebben we ook de vintage shorts. Deze vind ik ook echt heel erg mooi. Lekker high-waisted. Of deze variant, die is ook lekker high-waisted. Kan je hier altijd aan zien. En lekker wijd. Love it! Oké, we komen dus net een fantastisch pak tegen. En dat is dit denim pakje in het roze. Hoe cool. Deze moeten we meenemen. Ja, hij is heel leuk. Ik sta nu op de shoes afdeling, oftewel de sandalen. En ik heb echt al jaren hele lekkere sandaaltjes van Primark die ook echt jaren meegaan. En ook dit jaar zie ik weer super leuke varianten. En het zijn vooral heel veel van deze instappers. En dat is wel echt heel chill. Super lekker voor vakantie als je dan naar het strand gaat, dat je gewoon erin glijdt. En je bent klaar om te gaan. Zo, ik ben in de paskamers aangekomen en ik heb hier een aantal lookjes bij elkaar gevonden. Die ik dan straks ga aantrekken. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En ik sta ook bij de paskamers en dit zijn mijn uitgekozen items. Heel leuke rieten tasjes. Heel veel items om te proberen en ook wat accessoires. Oké, dit is de eerste look die ik heb uitgezocht in de winkel. Een lekker oversized spijkerjasje. Dat is echt super lekker, vooral in de lente als je eigenlijk niet weet van wat voor jas moet ik aantrekken. Dan is een spijkerjasje altijd goed. En dan de top en deze rok. Die combo vind ik gewoon heel erg lekker. Lekkere neutrale kleuren. En ik hou echt van witte denim dit voorjaar. Ja, dit roept wel echt vakantievibes op. En dan heb ik hier ook nog zo'n leuke rieten tasje erbij. En om het helemaal af te maken heb ik hier een leuke bril. Zo'n leuke cat eye. En dan ook nog sportieve sneakers. Zodat het nog steeds comfortabel is. En ja, helemaal bij elkaar past. Dus I like it. En dit is de tweede look. Ik vind het spijkerpak echt zo ontzettend leuk. Het geeft een beetje in eerste instantie een soort van 70s vibe. Maar omdat hij dus cropped is en straight is het toch een beetje een ander soort stijl. Ik heb er een shirtje onder gedaan. Gewoon een basic white shirt. En ja, jullie weten hoe erg ik hou van deze rieten tasjes. Dus dat vond ik wel heel erg leuk erbij staan. En ik heb super simpele sandaaltjes met panterprint onder gecombineerd voor een beetje meer print. En als laatste een paar cat eye sunglasses of zonnebrillen. En die vind ik wel heel erg goed bij de kleuren passen. Oké,
Nou, de derde look is weer compleet anders. Misschien iets meer gewaagd. Maar ik vind hem echt fantastisch. Ik kwam deze crochet jurk tegen op de zwemkledingafdeling. Maar ik vond hem echt gewoon geweldig om nu al te dragen. En dan heb ik hier een jasje met van die super coole tassels. Dus het lijkt me wel een coole combinatie. En dan kan je er mooie laarsjes bij dragen. En dan, als het aan mij ligt, ook nog een ronde zonnebril. En dan ben je gewoon helemaal ready. Helemaal festival ready, maar wat mij betreft kan dit ook gewoon altijd gedragen worden. Dus. En dit is de vierde look. Ik heb een hele lekkere, super comfortabele mom short aan. Hij zit echt super hoog, wat heel erg fijn is. En gewoon verder dit lekker los, dus je kan er goed in zitten. In een parkje bijvoorbeeld. Daarop een hele losse top. Die is echt super easy breezy. Dus dat is wel heel erg chill. En die is off shoulder. En dan om het helemaal af te maken heb ik dit rieten tasje met van die super schattige pomponnetjes eraan. Want dat ja, geeft een soort van picnic vibe. Maar toch wel casual. Want ik heb het gewoon gecombineerd met een paar sneakers. Zo, dat zijn onze vier lente- en zomerlooks. Laat eventjes weten in de poll die we in beeldles zetten welke look jij het leukste vindt. En dan gaan we nu eventjes weer omkleden terug de winkel in. Want we hebben nog heel veel andere leuke dingetjes te zien in de winkel. En blijf vooral nog even wachten, want we hebben straks ook nog even een kleine shoplog. Nou, we zijn weer thuis en zoals beloofd gaan we nog even laten zien wat we uiteindelijk hebben geshopt. Want de looks die we net hebben laten zien, die hebben we niet allemaal mee naar huis genomen. Larissa en ik kijken namelijk altijd een beetje naar passende kledingstukken qua stijl en kleur in onze garderobe. Is het een beetje tijdloos en is het een impulse buy of niet? Ja. Dus nou, ik kan je in ieder geval vertellen dat dit rokje is het in ieder geval wel geworden. Deze liet ik zien in de eerste look. Het is een witte denim rok. En ik vind deze super cool. Het is niet helemaal crispy wit. Ja. Ook niet echt crème. Maar daardoor juist wel echt eentje die ik heel goed kan combineren met dingen. En ik wil heel graag wat meer lichtere stukken toevoegen aan mijn garderobe. Dus dit rokje die kostte 15 euro en ik heb hem in de maat 36 genomen. En dan ook van de eerste look heb ik dit denim jasje mee naar huis genomen. Want ik vond hem gewoon super cool staan. Ik was eigenlijk al een tijdje op zoek naar een oversized denim jack. En ook in die kleur. En in deze kleur. En ja, dus het was meteen een winnaar. Ik heb deze gewoon in mijn eigen maat genomen, in maat 38. Dus ja, ben ik gewoon heel erg blij mee. En deze was 19 euro. Uit mijn look heb ik gekozen voor de accessoires. Dus dat is deze rieten tas. Ik heb vorig jaar ook al rieten tasjes gedragen. Ik vind ze dit jaar ook nog steeds gewoon heel erg leuk. En dit is gewoon een net iets grotere tas. Er zit ook nog een langer hengsel bij. En ik vond deze gewoon heel erg leuk. Deze was ook echt super goedkoop trouwens. Namelijk maar 10 euro. Oh ja, en hij heeft een ritje. Ja, hij heeft een rit trouwens. Inderdaad, er zit nog een klein vakje aan de binnenkant. Dus dit is echt zo'n perfect tasje voor de hele lente en zomer, geloof ik. Uit dezelfde look heb ik ook het brilletje meegenomen. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik niet zeker weet of het echt de meest perfecte model is voor mijn gezicht, zeg maar. Oh, ik vind het heel leuk staan juist. Okay. Ja. Maar ik vind dit soort cat-eye brillen altijd echt geweldig staan op foto's. Als je ze gewoon net ietsje ja, ja, meer op de voorkant van je neus. Ja, ja, toch? En ik had nog niet eentje met zo'n tortoise modelletje en kleurtje. Dus ik dacht, deze gaat gewoon wel echt mee naar huis. En dat was mijn 3 euro. En als laatste uit dezelfde look heb ik deze instappertjes meegenomen. Ik vond gewoon de stijl heel erg chill. Het printje die erop zit met dat panter. En er zit ook nog een klein beetje gouden spikkeltjes in. Dus ik dacht, deze gaan gewoon mee. Want die kun je echt met alles combineren. Deze waren trouwens 8 euro. Nou, we kwamen later nog dit broekje tegen in de winkel. En dit is een mix van linnen en wat anders. En ik vind hem gewoon heel mooi qua stof en qua kleur en qua fit. Hij is gewoon heel nice. Ik vind hem heel erg mooi en even kijken. Deze was 13 euro. En een medewerkster vertelde mij dat er eigenlijk ook nog een topje bij hoort. Dacht ze tenminste. Maar ik kon hem niet vinden. Dus ik moet eigenlijk wel weer een keertje terug. Dat is wel heel cool als ik er een setje van kan maken. En dan heb ik nog iets met een linnen blend. En dat is deze playsuit. Jullie weten het misschien wel. Ik hou heel erg van rood, oranje, roest. Al die warme tonen. En ik probeer ook in mijn kledingkast het een beetje op die kleuren te houden. Samen met wat neutrale kleuren. Dus ik zag deze en toen dacht ik, oké, need it. Ja, ik had hem echt iets van, dit is zo tare. Ja, ik vind hem heel cool. En hij is dus ook weer een beetje datzelfde stofje met zakjes en I like it. In de maat 36 trouwens. En hij kostte 17 euro. Ik denk trouwens dat je ook best wel goed zit met een linnen blend. Zodat je wel nog zeg maar die kwaliteit krijgt van linnen. En dat het zo
ademend is, maar niet super erg gaat kreuken, want het valt wel mee. Ja. Volgende item dat ik heb meegenomen is het roze pak. Deze zagen jullie wel heel kort eventjes in de vlogbeelden, maar deze heb ik nog niet aan laten zien, dus dat komt nog even hier overheen. En dit is echt een pak waarvan ik twijfelde van het is niet echt mijn kleur. En het is echt zo'n opvallend item. Maar ik heb er toch voor gekozen om hem mee te nemen, omdat het inderdaad een eyecatcher is in mijn kast. En ik dacht, dit moet ik gewoon aandoen naar een festival. Hij is echt heel leuk. Toch? Je mag echt wel een paar van die speciale items hebben die eigenlijk niet helemaal blenden met de rest van je kast. Dat kan echt wel. Ik weet zeker dat je hem heel vaak gedragen ook. Ja, dus ik heb al nog gedacht van hier ga ik gewoon een paar Dr. Martens onder gooien. Misschien zelfs de glitter Dr. Martens. Oeh, als ik echt helemaal crazy durf te gaan. Je weet het niet. En ik dacht, nou, dit is gewoon echt zo'n leuk item voor extra erbij. Deze was €21. Nou, bij de accessoires had Larissa deze tas gevonden. En ik ben er uiteindelijk mee naar huis gegaan. Want ik vond hem zo leuk. Ik heb deze ook al laten zien op Instagram. Ik weet niet of jullie ons daar volgen. Maar we hebben al een lookje geplaatst. En ja, dit is dus ook weer zo'n rieten tasje. Hij heeft geen ritje, maar wel een drukknoopje. En dan allemaal van die hele leuke pompons hier. Lekker zomers. En deze die kost €14. En dan heb ik hier nog slippertjes. Ik ben helemaal fan van dit soort instap slippers geworden. Want het is gewoon super makkelijk. Het loopt heel erg lekker. En ik was nog wel op zoek naar zo'n tan kleur. Want dat past gewoon echt bij alles. Dus ja, die afdeling van de Primark zit echt vol met honderden slippertjes en sandaaltjes. Dus voor ieder wat wils qua kleur. En deze zijn €8. Volgende item is deze jurk met ruches, stippen, de rest van alles aan de hand. Deze hebben we niet laten zien in de vlogbeelden, omdat we deze na het pashokjesgedeelte hadden gevonden. Het is een wrap jurk en het is gewoon heel erg flatterend en mooi model in een warme bruine kleur met off-white stipjes. Ik had nog niet zoiets in de kast liggen en ik dacht, oh, dat is wel echt heel erg leuk voor de lente en zomer. En ik dacht, deze gaat mee. Ik heb hem in een maat 38 en hij was €17. Mocht je nou na het zien van deze video helemaal zin hebben om te shoppen, dan willen wij je echt op het hart drukken van kijk eerst eventjes in je kledingkast naar wat je al hebt. Wees daar bewust van en ga dan pas naar de winkel. En als je dan iets hebt gevonden, denk goed na. Kan ik het combineren met de kledingstukken die ik al in mijn kast heb liggen? Anyways, natuurlijk ook heel erg belangrijk om te weten. Primark is open vanaf woensdag 8 mei. En het zit gewoon in Hoge Catharijne. Dat is het overdekte gedeelte. Super makkelijk te bereiken als je ook met het OV komt en dergelijke. Dus wij zijn heel erg enthousiast. En we zijn ook heel erg benieuwd wat jullie dus van onze 4 gestelde looks vinden. Dus als je nog niet hebt gestemd, stem even op de poll. Of laat achter in de reacties natuurlijk. En geef deze video natuurlijk ook een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En dan zien we je heel graag weer terug in de volgende video. Doei! Doei.